Hallo jongens en meisjes, dames en heren, mannen en vrouwen. Welkom dat je kijkt naar een nieuwe video. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want ik ben weer terug op mijn YouTube kanaal. En ik ga weer uploaden deze week. Dus yes, ik heb weer een YouTube video. En dit is namelijk een mopvideo van mijn liefst niet. Niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, niet 5, niet 6, niet 7, niet 8, niet 9, maar 20 moppen. En die ga ik vertellen, dus veel plezier. En ik zou ook heel graag even dat je wil abonneren op mijn kanaal, want dat is strikt noodzakelijk. En ik zou ook eventjes, mijn video's liken. Dat is ook heel erg noodzakelijk. En dan ga ik nu naar de eerste mop. Er lopen twee zandkorrels in een woestijn. Dan zegt de ene zandkorrel tegen de andere: nou, ik heb toch het gevoel dat we achtervolgd worden. Er zitten twee oenen op een tweelingfiets, oftewel een tandem. En dan zegt de achterste oen: nou, ik ga je inhalen hoor, ik ga veel sneller. Nou, een spin en een duizendpoot die gaan voetballen. En dan is de spin keurig op tijd. Die is mooi op tijd, ze hadden om 6 uur afgesproken en de spin is om 6 uur aangekomen. Maar de duizendpoot die was dus niet op tijd. En dan zit de spin een kwartier te wachten en dan is hij er nog steeds niet. Zit de spin een uur te wachten, is de duizendpoot er nog steeds niet. En na 3 uur komt de duizendpoot uiteindelijk aan. En dan zegt de spin: nou, waarom ben je nou zo laat? Dan zegt de duizendpoot: ja, ik moet natuurlijk toch zoveel schoenen aantrekken. Wat is een verschil tussen een tandarts en een docent? De tandarts zegt: doe je mond maar open. En de docent zegt: doe je mond maar dicht. Oh, ik dicht houden. De juf vraagt aan de hele klas, onder andere Jantje: ga nou even staan als je jezelf heel erg dom vindt. En dan gaat Jantje als enige opstaan. En dan zegt de juf: waarom ga je nou opstaan? En dan zegt Jantje: ja, ik vind het een beetje zielig voor jou dat jij de enige bent die staat. Jantje die neemt elke dag voor de juf een dropje mee. Nou, heel erg leuk. En dan zegt op een gegeven moment geef Jantje geen dropje meer aan Jantje. En dan zegt de juf: hé, Jantje, waarom krijg ik nou geen dropjes? En dan zegt Jantje: ja, sorry, mijn konijn is overleden. Jantje en zijn vader gaan op vakantie naar Engeland. En dan zegt Jantje tegen zijn vader: ik heb echt totaal geen zin in deze vakantie. Waarom doen we dit? En dan zegt zijn vader: bek houden en doorzwemmen. Wat zeggen twee onzichtbare mensen als ze elkaar weer zien? Hey, ik heb je heel lang niet meer gezien hoor. Een vrouw ligt bloot in een naki in de tuin. En dan zegt de buurman die blind is, die gaat bij haar aanbellen. En dan zegt de vrouw zag al dat de buurman die niet kon zien voor de deur stond. Dus wat deed die vrouw? Die ging gewoon de deur open doen zonder zich aan te kleden. Want ja, ze ziet het toch niet. En toen zei de blinde buurman: hey, ik heb echt waanzinnig goed nieuws. Ik kan weer zien. Er zitten twee onderbroeken in de wasmand. En dan zegt de ene onderbroek tegen de ander: ik ga over 2 weken ga ik op vakantie. En dan zegt de ander onderbroek: waarom? Je bent al bruin genoeg. Wat is nou bruin en kruipt over je been helemaal omhoog? Ja, dat is gewoon een droom met heimwee. Ken je die mop van de bloem? Nee? Ken je die niet? Nou, dan is die nog flauwer. Jantje doet de hele tijd in de klas broem broem. En dan zegt de juf: wil je er alsjeblieft mee stoppen, want anders ga je eruit. En dan doet Jantje nog een keer broem broem. Nou, Jantje, de laatste waarschuwing, want anders stuur ik je er gewoon uit hoor. En dan doet Jantje nog een keer broem broem. En dan zegt de juf: ja, opzouten, eruit. En dan zegt Jantje: ja, sorry hoor, maar mijn benzine is al. Een vis die botst keihard tegen een andere vis aan. En dan zegt de vis: hey, kijk eens even uit. Je botst gewoon tegen me aan. Dan zegt de andere vis: ja, sorry, ik had water in mijn ogen. Een rijke man die gaat een zwemfeestje geven. En dan gaat hij een paar vrienden uitnodigen. En dan, de rijke man heeft een verwarmd zwembad. Een zwembad met lauw water. En een zwembad waar geen water in zit. En dan vraagt een van de vrienden: waarom heb je nou een leeg zwembad? En dan zegt de rijke man: ja, dat is voor de mensen die niet zo goed kunnen zwemmen. Ergens en iemand zijn in een woestijn. En dan gaat ergens ineens is die iemand kwijt.
En dan gaat hij de politie bellen. En dan zegt ergens... Hallo, ik ben ergens en ik ben iemand kwijt. Twee oenen, die drinken een kopje thee. En dan zegt de ene oen tegen de ander... als je raadt hoeveel koekjes er in een koektrommel zitten... Dan krijg je ze alle vijf. En dan zegt de andere oen... Nou, ik denk dat er wel 3 koekjes erin zitten. Een vrouw maakt haar man wakker en de vrouw zegt tegen de man... je moet je slaappillen nog even innemen. Hoeveel maanden hebben namelijk 28 dagen? Ja, allemaal natuurlijk, want ze hebben allemaal 28 dagen. Wat is het toppunt van domheid? Ja, struikelen over het draadloze internet. Wat is het toppunt van domheid? Ja, struikelen over het draadloze internet. Vond je deze video nou zo leuk? Dan doe je even een duimpje omhoog. Vond je deze video nou zo stom? Doe even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan even. Ben je al geabonneerd op mijn kanaal? Maak een tweede account en abonneer even. En wil je een paar Albert Heijn muntjes winnen? Dat kan. Laat dan in de reacties weten. Ik wil Albert Heijn muntjes winnen. En like deze video en abonneer op mijn kanaal en volg me op TikTok. En dat is alles wat je moet doen. En als je het gedaan hebt, maak je kans op 1 Albert Heijn muntje. Je maakt namelijk veel meer mensen kans. En als je dat wil, doe dat dan. En ik zou ze alle één ding zeggen. Mazzel, hè.